Welkom bij The Bachelor. Deze pittoreske setting zal de komende weken het decor zijn van een romantisch avontuur met, fingers crossed, een romantisch einde. Want wij hopen natuurlijk maar één ding en dat is dat onze bachelor de vrouw van zijn leven zal ontmoeten. Mijn naam is Chris Willemsen, ik ben 32 jaar, ik woon al heel mijn leven in Braschaat. Ik heb een heel leuk leven, maar er ontbreekt iets. Iemand naast mij waar ik me goed bij voel. Chris, jij bent onze bachelor. Hoe komt het toch dat jij de vrouw van je leven nog altijd niet gevonden hebt? Weet je, Katja, ik heb al heel veel relaties gehad, maar om een of andere reden zijn die altijd afgesprongen. Waarschijnlijk door mijn heel drukke leven. Ik ben een ondernemer, ik heb al als acteur veel rollen gespeeld. Ik zit constant in het high society gebeuren en ik heb het zo'n beetje wel gezien. Hoi Chris, vertel eens. Ja, zoals je weet, Katja, hoge bomen vangen veel wind. Ik wil het even wat rustiger aan doen. Oké, dat begrijp ik. Hoe ziet jouw ideale vrouw eruit, Chris? Wel, ze moet knap, romantisch. Ze moet tegen een grapje kunnen. Ze moet lange benen hebben. En ik vind het plezant om ze af en toe te kunnen kleineren. Dat is grapje, Katja. En ja, waar moet ik die vinden? Ja, dat is inderdaad de vraag. Maar, Chris, wij hebben extra ons best gedaan om voor jou een aantal fantastische dames uit te kiezen. En Katja, ze mag kinderen hebben. Hè. Oh, echt, Chris? Ja. Zeg, die Jan Schepens, die neemt het ook heel druk, denk ik. Hè? Ja, nogal, ja. De dames die gaan strijden voor het hart van Chris zijn door ons zorgvuldig uitgekozen. Ze weten niet wat te verwachten. Ik heb nog nooit meegedaan aan een programma op tv, want ja, ik durf dat eigenlijk niet zo goed. En nu, ja, mijn mama heeft mij toch wel overhaald om mee te doen. Ik val op Spaans, blauwe ogen, groot, ze mogen ook klein zijn, slim. Ik wil graag bekend worden op de tv en via de media nog veel meer mannen bereiken. Ik val op excentrieke man, iemand die opvalt. Anders dan anders. Dames, van harte welkom. Ik ga jullie voorstellen aan de meest begeerlijke vrijgezel van Vlaanderen. Ik heb alvast een heel mooi cadeautje overgehouden aan de vorige bachelor. Ik zeg maar, alles kan gebeuren. Dames, hier is jullie bachelor. Hallo, ladies. De eerste indruk was heel goed en heb je het opgemerkt? Ik was de enige die een kus op de wang heeft gekregen. Amai, lekker zeg. Allemaal fantastisch. En ze hebben lange benen. Dat kan zeker goed komen. Ja, Chris. Ik zie dat je de waren ook al een beetje gekeurd hebt. Ik heb trouwens meteen al een verrassing voor jou, Chris. Ja. Jij mag aan een van deze dames de eerste indruk roos geven. Dat wil zeggen, het meisje dat tot nu toe de beste eerste indruk op jou heeft nagelaten, mag zo meteen met jou op romantische date vertrekken. Ik heb ze allemaal even graag, maar je moet iemand kiezen. Hè. Ik hoop dat ik niemand tegen de borst stoot. Allee, dat mag natuurlijk wel. Hè. Ik kies voor Elisa, omdat die de langste benen heeft. Ja, hij is wel cute. Volgens mij kan het nog heel romantisch worden ook. En ja, het is een charmeur. Dus komt goed. Adios, losers. Ik vind Elisa heel aantrekkelijk en ik denk wel dat ze van aanpakken weet. Ik zeg altijd, een vrouw met eelt op haar knieën, dat moet je niet meer te veel tegenuit leggen. Om haar meteen beter te leren kennen, neemt Chris Elisa mee op romantische date naar een privé-sauna.
niet voor dit of dat, maar in de sauna zie je direct wat voor vlees dat je in de kuip hebt. Hè. Ja, de sauna. Dat is perfect. Ik heb het graag warm. Is dat trouwens waar, wat ze zeggen voor kleine mannen? For me a no, for you a find out, baby. In de sauna begint de temperatuur op te lopen. Het was heel gezellig in de sauna. Het was heel gezellig. Tja, boy, ik ga eerlijk zijn, wij hebben seks gehad. Zij heeft seks gehad. Meer wil ik daar niet over zeggen. Hallo. Zeg. Zei je dat je moest ontspannen?